Hallo sappige leerlingetjes van Justice Perkament, dus welkom bij een gloednieuwe vlog op ons kanaal. Het is weer tijd voor de jaarlijkse Harry Potter marathon, maar liefst nummer 6 alweer. Het is een mooie dag, het is de dag van tevoren. Ik moet nog wel werken vandaag voordat we gaan beginnen aan de marathon. Maar ik heb in ieder geval heel veel zin in. Ik ben alvast wat spulletjes aan het pakken, ik ga zo alvast even boodschappen doen. Ja, ik heb er echt heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook. Verder is het ook nog zo dat we dit keer een nieuwe gast erbij hebben. Niet alleen ik ga kijken, niet alleen Justin gaat kijken, maar ook deze gaat kijken, de vriendin van Justin. Het is fantastisch. Dus ja, ik ga zo meteen alvast naar mijn vader toe. Ga ik alvast eventjes wat dingetjes klaarzetten voor morgen, want morgen is de marathon. En ja, ik heb er heel erg veel zin in. Het is tijd, het is kwart voor zes. En Justin heeft er zoveel zin in. Justin, hoeveel minuten heb jij geslapen? Zero. Hoeveel minuten heb jij geslapen? Ook zero. Hoeveel girlfriends gaan je in je leven krijgen? Zero? Nee, dat is klaar. Hoe? Vind je er wel zin in? Oh ja, dit is trouwens vannacht gebeurd. Dat is Bellatrix. Ze ging een beetje te hard een keer tijdens het wippen. En toen is het bed kapot gegaan. Wippen? Wij doen niet aan wippen. Oké, okay, dat heb ik gemerkt. Nee, ik kwam terug van plassen en toen zakte zij met die dikke hete gordijn. We hebben een hete buiten. Ja, dat zullen we doen. Oké, okay, nou. Dit is echt heftig geworden. Kijk, normaal hebben we nog een beetje geslapen. Maar nu gewoon nul. Nu nul. En nou ben ik ook een beetje moe. Dat was echt net, zeg maar, laatste uurtje. Toen begon ik al een beetje moe te worden. Maar Miel die wilde mij wakker houden door het Pokémon-spel. Dat heeft hij vies gedaan. Dus nu denk ik dat ik aan het begin het makkelijkst zou krijgen. En dan bij deel 5, 6... Wordt het hardcore. 7, 8. Of wel 7 voor 2. Oh jee, jij bent iets kwijt. Oh, dat gaat echt hardcore. Wat ben je kwijt? Ah, daar is hij. Nou, en je verstaat. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Oh. Ja, ik heb er zin in, maar... Ook niet. Ja, ik heb er zin in, maar ik weet nou ook gewoon al dat het echt gewoon lastig gaat worden. Ja. We zouden sowieso in blijven. Nee? Ik heb er zin in. Ik denk dat er veel zin in. Well, of course you are. I got something for you. Hey, je moet hem meld. Vind je het nog leuk? Ik vind het wat om te melden. Er zijn dan nog wat beterpunten, zoals mogelijk. Nummer 2 zit erin, het is fantastisch. Let dan op copyright. Nee, daar zou ik niet op letten. Nee, maar het was al deel 2 nu. Nog 70 jaar. Of ja, inclusief deel 2 gezien. Ja. Vind je het ook leuk? Ja. Oké. Okay. Vind jij het leuk? Ja, fantastisch. Ja, alleen jammer dat jij er bent. Fantastisch geweest. Met die flits op jezelf. Ja. Nee, dat doen we niet. Dat gaan we niet. Ik flits ook. Oh ja, dat weet ik. Ik leef nog. Verkeerd merk. Leef je ook nog? Nee, leef je ook zo. Dat is echt heftig. Justin, vertel eens wat voor loser jij bent. Ik weet niet waar ik op begin. Nee, dat is te veel om uit te leggen. Zo'n loser. Ik heb daar nog een loser. En hier is de enige niet-loser. Zie je, je zag je eigen spiegelbeeld zijn. Nee, je zoomde echt te veel in het gezicht. Ah. Dat is always een slecht ding. We moeten nog 3 verrassingen zijn. Ja, maar dan... Nou ja, jij hebt er 2 van niet gezien, omdat je lag te slapen. Nee, nee, nee. En deze ook. En ik heb eigenlijk alleen maar... Ik heb een halve niet gezien. En ik heb echt maar van 2 films, film 3, 20 minuten niet gezien. En bij film 4, 20 minuten niet gezien. De rest heb ik voor allemaal meegekeken. Die keer toen je aan de wc stond te schijten, was je een half uur weg. Nee, dat is nooit gebeurd. Dat is nooit gebeurd. En toen kon je de weg niet vinden, want de weg is weg. Even chillen, chillen, geluidje van. En toen stond er een video. Oh, en Derek? Die lijkt op Derek uit. Dat was een grap. Nou, dit heb ik dus uit. Ja. Ja, okay. Maar hoe vind jij het gaan? Ja, weet je, ik kijk tenminste. Ik zit gewoon te slapen en ik zit nu op mijn tablet. Dus. Maar je vindt het dus goed gaan? Voor mij wel. Mijn naam ook.
Benen dan. Ja. Ja, binnen. Nee, ik schaam ook eigenlijk best wel. Ik kon het gewoon echt niet meer. Mijn ogen deden gewoon voor pijn. Ja, normaal ga ik best wel goed door moeheid heen. Alleen omdat mijn ogen gewoon voor pijn begonnen te doen en begonnen te jeuken, zeg maar. Normaal heb je er veel meer mentaal last van, maar dit had ik er meer lichamelijk last van. En ja, dan geef je toch een keer toe, maar ja, 20 minuten. En ja, nu ben ik gewoon wakker. Ik ben er helemaal klaar voor. En hierna gaan we eens in het Duits kijken. En morgen in het Frans. Doe jij dat niet mee? Nee. Oh, dacht ik wel. Doe dat. Zeg maar. maar nee, ik zit even te kijken, maar als we er nog 3 moeten, dat is nog 7,5 uur. Wow, dan zijn we klaar om 1 uur of zo. What the fuck, normaal zijn we altijd best vroeg. Ja, maar normaal begonnen we ook al om 5:30 of zo, hè. Mm-hmm. Want we begonnen nou om 6 uur en dan vond ik laat. Want volgens mij stonden we vorig jaar, of dat jaar daarvoor stonden we gewoon om 5 uur op en was de film kwart. Nou, ik denk dat het 12:30 wordt, want de meeste zijn niet allemaal 2,5 uur, dus. Ja, en we moeten ook nog boven het bed maken. Ja, dat moet je zien. Ik ben nog veel. Dat is niet waar. Jullie zijn allebei schuldig. Staat het op papier? Nou, in de gaten op schuldig. Dan bel ik even Afrika. Nee? Ja. Het is fantastisch. Fantastische beest. Justin heeft er nog wel zin. Ja. Net zit hij zo, oh, ik wil niet meer leven. En nu is het weer van, ja. Heb je dat op papier staan? Volgens mij ook niet. Ik zou niet dat echt doen. Het enige papier dat ik wil was van jouw testament. En dan zijn we gewoon alweer een paar dagen verder, al bijna een week verder, omdat er gewoon geen tijd meer was om op te nemen en ook een beetje soms geen zin. Het is wel zo dat Justin heeft veel geslapen tijdens de marathon, zoals jullie misschien wel in het filmpje hebben gezien, of niet. Ik heb helemaal niet geslapen en Justin die was ook heel moe, ik was ook niet heel moe. Alleen toen ik zeg maar die nacht daarna ging slapen, toen heb ik wel heerlijk geslapen. Dus misschien moet ik dat vaker doen, gewoon de hele nacht doorhalen en dan gewoon daarna een keer naar bed gaan. Want dan kan je lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering, doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je bij de volgende vlog en dan wil ik je eigenlijk afsluiten met dit mooie uitzicht. Kijk eens, een hele mooie sjaal met heel veel monsterblikjes.